We zijn hier in de tempel. Dat is een oude disco. Daarvoor was het een bank. En nu is het het gebouw waar de afdeling archeologie is gehuisvest. We zijn met archeologisch onderzoek bij de Rotterdamse Baan begonnen in 2010. En dat was eigenlijk met proefsleuven om te kijken of er wat zit en wat er zat. En hoe diep en hoe groot. En vanaf 2014 zijn we echt met de opgraving begonnen. En dat is eigenlijk nog niet helemaal afgerond, omdat er nog steeds een paar kleine stukjes moeten. We zijn soms met 5, 6, 7 mensen bezig, soms wel met 30. Nou, de meeste vondsten zijn in de Vlietzone gedaan bij de ingang of de uitgang van de tunnel. Maar we hebben ook op de Binkhorst onderzoek gedaan en daar is ook nog wel wat tevoorschijn gekomen. We zijn nu in ons depot, dat noemen we ook wel onze schatkamer. We hebben nog een depot, maar er staan alleen maar dozen met losse stukjes in opgesteld. En de vondsten van de Rotterdamse Baan worden eerst allemaal schoongemaakt, gerestaureerd, geconserveerd en bestudeerd. En het is de bedoeling dat er publicaties van komen. Daarna komen ze deels in ons depot terecht, maar ik hoop ze natuurlijk ook zoveel mogelijk aan de mensen te kunnen laten zien. We zijn hier in het Trefpunt, het informatiecentrum over het project Rotterdamse Baan. Aan de Binkhorstlaan in de Binkhorst. En mensen kunnen hier altijd binnenlopen om informatie te krijgen over de Rotterdamse Baan, de Victory Boogie Woogie Tunnel. En bijvoorbeeld ook over de archeologische vondsten die in het gebied gedaan zijn. Er zijn veel vondsten gedaan en we kunnen hier niet alles echt live tentoonstellen. Maar we hebben een virtuele tentoonstelling gemaakt. Dat betekent dat je hier via de computer door een virtuele museumhal kan lopen. Waarin je echt alle elementen goed kan zien. Er zitten ook een paar prachtige vondsten bij. Een kruik die vol met munten zat. Een bijzondere ring. En nog veel meer om te ontdekken. En dat laat dat virtuele museum hier in het Trefpunt zien. De Rotterdamse Baan is een heel technisch project. Het graven van de Victory Boogie Boogie Tunnel vergt heel veel techniek. En die vooruitstrevendheid laten we ook zien met de archeologische vondsten. Het is echt uniek dat we een virtueel museum hebben. Dat je met je joystick door een niet bestaand museum kan lopen om al die vondsten goed te bekijken. Dat laat ook een beetje zien hoe vooruitstrevend de techniek van het hele project is. Maar het is ook in de wereld van de archeologie en de musea bijzonder. Want nergens in Den Haag kun je naar een virtueel museum. En dat kan wel hier op het Trefpunt.